Hallo lieve YouTube-kijkers, welkom weer bij een nieuwe Welke Onzin of Zinnig. Vandaag gaan we weer een hele leuke DIY testen. Ik heb online gezien hoe je zelf slijm kan maken. En deze DIY leek me super leuk om te testen. Je hebt er maar eigenlijk heel weinig voor nodig. Ik heb alles wat ik gebruikt heb ook onderin de beschrijvingbar staan. Dus daar kun je ook eventjes naar kijken. Wil je dus ook graag zien of deze pin nou echt werkt? Blijf dan kijken. Wat hebben we nodig voor deze welke pin te testen? Ik heb 1 Pyrex schaal, doorzichtige lijm, textielversteviger, oftewel vloeibaar stijfsel, voedselkleurstof of waterverf om je slijm mee te kleuren en iets van een glitter. Ik voeg er zelf glitter aan toe, maar dat is helemaal niet nodig. Het enige wat je echt nodig hebt is de lijm. En de textielverharder. Dit is gewoon een normale, simpele, witte, goedkope lijm. Als het maar zo'n doorzichtige lijm is. Je zou er zelfs witte lijm voor kunnen gebruiken. Maar het allemaal niet zoveel uit. En deze textielverharder. Die komt bij de Jan Linders vandaan. En die kost 2 euro nog wat. Dus, maar je kunt er echt heel veel mee doen. Nou, laten we beginnen met het testen. Ik ga beginnen. Door in mijn schaal mijn lijm te doen. En dit is geen exacte wetenschap zoals ik het heb gezien op de pin. En ik ga het gewoon op deze manier uittesten. En ik ga hier gewoon alle lijm voor gebruiken die in het potje zit. Met muziek, hè? Wat we nou als eerste gaan doen, is onze lijm een kleurtje geven. En dat doe ik door een heel klein beetje voedselkleurstof eraan toe te voegen. Maar dan ook echt een heel klein beetje. Want een beetje gaat al heel snel heel veel. En dat rooi je door de lijm heen. Om een kleurtje te krijgen. En dat kun je dus ook met een beetje verf doen. Of een beetje waterverf. Als het maar kleurt. Oké, ik heb mijn lijm nou dus gekleurd. En ik voeg er zelf nog glitters aan toe. Zo zegt de pin in ieder geval. Gewoon een beetje glitters voor het effect. En ik ben best wel benieuwd of het gaat werken natuurlijk. Er zal ook heel veel recepten met borax erop staan. Maar ja, nadat we dat in Nederland niet kunnen krijgen, heb ik een ander recept dus gezocht. En ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Dan hebben we dus glitterlijm. Glitterlijm. Oké. En dan gaan we onze strijkhulp eraan toevoegen. Je moet eigenlijk een gelijke hoeveelheid strijk of textielverharder aan de lijm toevoegen. Maar ik heb gezien dat het niet altijd werkt. Dus ik heb een tip gelezen van iemand om gewoon elke keer een klein beetje te doen. En dan te kijken of je slijm al klaar is. Dus ik ga beginnen door een heel klein beetje erin te doen. En dan roeren we dat eronder. Dat het eerst goed vermengt. En je ziet dan meteen dat het wat harder wordt. Het is nog vrij dun. Dus. En het duurt ook even voordat de textielverharder echt er goed in zit. Nog een beetje aan toe. Het ziet er al heel erg slijmerig uit. Kijk, het wordt altijd wat dikker. Goed erin duwen.
denk dat we nog wat meer nodig zullen hebben. Goed erin duwen. Nog niet helemaal wat we moeten hebben, maar het begint er al een beetje op te liggen, het begint al dikker te worden. Dan gaat er gewoon nog meer bij. Ah, kijk. Nou begint het al. Het verkleurt ook, kijk hoe. Kijk. Goh, ja. En we hebben slijm. Ha. Zit er slijm. Het heeft gewerkt. Oh, even mijn ring afdoen. En we hebben slijm gemaakt. Gewoon zelf, met simpele ingrediënten. Het is eigenlijk alleen maar lijm. En tijd voor verstevigen heeft wel gewerkt. Ik moet zeggen dat het niet zo doorzichtig is als op de foto. En je moet ook een paar keer goed uitknijpen. En dan komt het vocht er natuurlijk uit. Maar, we hebben slijm gemaakt. Ik weet het, het is niet echt een DIY om mee te knutselen. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Plop. Plop. Dit is natuurlijk een superleuke DIY om te doen met kinderen samen. Om ze te leren van dat het van substantie verandert. Kijk, dus het uittrekken is ook echt snot. Om het zo maar te zeggen. Ik moet zeggen dat er nou nog wel wat vocht uitkomt. Er komt de druppels van alles uit. Maar naarmate je het kneedt. Dan gaat het vocht er dus uit, dan wordt het meer steviger. Ja, ik vind het een leuke pen. Ik zeg, goedgekeurd! Dank jullie wel voor het kijken naar deze slijm DIY test. Wil je zelf ook meer leuke pens zien? Of heb je zelf andere leuke pens die ik moet testen? Laat me het dan even weten via de commentaar hieronder. Abonneer je op mijn kanaal door op het knopje abonneren te klikken. Ik vind het altijd leuk als jullie commentaartje achterlaten, een duimpje omhoog geven. Volg me ook op Twitter, op Facebook en op Instagram onder KraftmamaNL. Daar vind je me vast en zeker. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en slijm ze.